Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. En we zijn eindelijk weer vertrokken naar huis. We hebben echt zo'n slechte nacht gehad. Echt niet normaal. Net lekker koffie gehad. Een dubbele espresso. En nu richting huis. We zijn net gestopt om zogenaamd een ontbijt te scoren. Nou, dat kan hier niet zo makkelijk. Wij vinden het eten echt goed. Wie heeft jou toestemming gegeven om mij te filmen? Ik. Nessim is vandaag in de ochtend chagrijnig wakker geworden. Dus je moet niet op hem letten. Nee, maar we zijn gestopt. En ja, als ontbijt had je weer enige keuze. Croissantjes en chocolade. Ja, laat zien wat je aan het eten bent dan. En chocoladebroodjes. Dat wil ik net laten zien. Maar twee opties. Croissant of chocoladebrood. Nou, ik heb er geen zin meer in. Dus het is gewoon mijn ontbijt van vandaag. het is officieel nog vakantie. Dus het is gewoon een breakfast for champions. Champions? Ja. Zo. Sorry jongens. Een bolle. Hij drinkt gewoon weer Red Bull, jongens. Ik ben al zo lang gestopt, hij gaat weer drinken. Jij neemt al mijn slechte foto's over. Ik drink alleen de no sugars dingetjes. Woe. Hallo, ik moet 9 uur rijden, ik moet een beetje wakker worden, ik heb energie nodig. Wat is dit nou weer voor trol hier? Wat is dat? Ja, weet ik ook niet, wat is dat? Dat is chocolade van jouw koek. Oh, die heb ik ook gegeten. Hallo, hallo, Bob Marley. Wat te vreten, wat verrassend, een croissant. Weer niks. We zijn het echt zat. Oh, het is echt zo geen land voor ons. We are not like everyday croissant people. Croissant. Croissant. Baguettes. Ik heb nog steeds geen Starbucks gezien onderweg. Oh, paniek. Ik word er niet goed van. Nog steeds geen Starbucks. Echt een klaagvrouw ben ik vandaag. Lekker hoor. You cut me open and I keep bleeding alone. Look at me now. Oh. Oh. Sorry, Miss Jackson. Dus we hebben eindelijk normaal eten gevonden. Ik heb hier rijst met gehaktballetjes. Lekker rundvlees, gehaktballetjes. Eindelijk een plek gevonden waar je niet alleen croissantjes kan bestellen. We hebben hier lekker rijst. En voor mij met rundvlees gehaktballetjes. Ik ga echt genieten, niet normaal. Blij? Heerlijk, eindelijk. Jongens, het was echt lekker. Thanks Frankrijk. Oh, ga je die donut nog eten of niet? Tuurlijk. Wat dan, wou je hem nog? Nou jongens, we hebben heerlijk gegeten. Volgens mij ook echt heel veel in zijn mond. We hebben er wel van genoten, Nes. En hoe? En nu gaan we door. Wij gaan nu richting België. En dan gaan we even langs Nessim's zus. Gaan we even haar cadeau even geven daar. Voor haar verjaardag. En daarna gaan we pas door naar huis. Oh, en dan kunnen we de katjes ook ophalen. Deze hele vlog draait erom wat ik allemaal onderweg heb gescoord. Maar ik heb eindelijk mijn amande cappuccino. En ik zei dat ik Mirjam heette. Kijk, dat is mijn naam van de dag. Melia. Ik ben benieuwd of deze cappuccino even goed smaakt als in Nederland, jongens. We zijn bijna in België. Nog 2 uurtjes. En dan kunnen we even weer lekker pauzeren. Oh, daar heb je hem hoor. Doe die dansje voor me. Morgen dieet, echt waar. Morgen dieet. Wat je doen? Dit is echt bij ons zo erg blijven hangen, gewoon. Niet normaal. Er is hier zo'n buitenlandse stijl, Nini. Huh? Ook, er is hier zo'n buitenlandse stijl, ook een beetje zo Arab als ons. Huh? En ze doen mij een beetje denken aan ons. Ze hebben een beetje krullen. Ze zijn ook Mongolen. Nou. Ja. Nou. Een beetje de oudere versie van ons, zeg maar. Leuk hoor. Kijk eens wie er terug is. Dinari. Dinari, ik heb je zoveel gemist. En Lia natuurlijk, maar die is het even... Oh, sorry, zie je niet, zo zielig. Veel minder enthousiast. Dinari!
gemiste kleine in jouw kont. Die nou was. Ben je omgedraaid? Hi. Zo mooi hè, je oogjes in de zon. Wij zijn eindelijk thuis in ons huis. Met onze katjes. We hebben ze zo erg gemist. Ons huis is zo lekker. We hadden schoongemaakt voordat we weggaan. Voordat we weggingen. En het ruikt echt zo lekker. Heerlijke thuiskomst. Nou, ik kan eens meer praten. Wij hebben lekker soulfood besteld. Jongens, deze hele dag. Ik kon niet meer worden. Deze hele dag draait gewoon om eten vandaag. We hebben lekker Arab food besteld. Rust. Lekker Arabisch brood. Kan niet meer. Ik kan niet eens meer praten. Alleen vrienden bellen wij. Falafel hebben wij. We hebben van die loempiaatjes. We hebben nog rijst met fasolia. Die is gelekt. Dan moet ik even in een bord doen. En we hebben lekker tarator. We gaan heerlijk smullen. Even lekker soulfood. Ik kan geen croissant meer zien, jongens. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga lekker mijn lievelings eten. Gewoon nu echt helemaal opeten. Elke hap ga ik ervan genieten. Ik ga er lekker van smullen. En dan zie ik jullie denk ik morgen weer. Want ik ben helemaal gesloopt. Echt, we hebben 9 uur gereden. Ik heb trouwens het laatste stuk gereden. Dat hebben jullie niet gezien. Mijn les was helemaal kapot, dus toen heb ik gereden. Nou, tot morgen. Doei. Sorry voor de saaie vlog vandaag.